Ajax onder 16 neemt het op tegen FC Utrecht onder 16. Op een zonovergoten toekomst, de eerste poging van Donangelo Konadou, de captain. Ajax onder 16 won één keer, verloor een keer. En de hoekschop van FC Utrecht komt daar op de arm van Konadou, zegt de scheidsrechter. De aanvoerder snapt er niets van, maar de bal verdwijnt op de stip. En zelfs in de slow-mo is het moeilijk te zien. Dan de penalty, Tijn den Bogende en Timo Schreuder met een mooie redding. Uitstekend gedaan. Meteen weer bij de les, want het spel gaat gewoon verder. Schreuder met een stijlvolle duik behoedt zijn team voor een achterstand. FC Utrecht opnieuw. Lange bal richting Mul. De lange linksbuiten. Cheveo Mul. Met een mooie beweging. Legt de bal daar klaar voor Misumi. En de redding van Timo Schreuder. Goed op dreef. Micha Salden nog niet tevreden. En dan deze aanval in het begin van de tweede helft. Met twee passes het hele veld overbrugd. En het schot van Konadou. Keihard, maar wel over. Maar het toonde de ambitie van Ajax in de tweede helft. Pereira de Gama met de voorzet op Konadou. Legt de bal klaar voor Don O'Neill. De kapbeweging en het schot. En het doelpunt. Don O'Neill schiet de wedstrijd open. De middenvelder. Goed werk daarvan. Konadou als bliksemafleider. En Don O'Neill met de 1-0. En doelman Samson geslagen. Ajax ging verder. Opnieuw Konadou opent. Op El Arsati de voorzet. Komt de bal daar terecht. Wijngaarden slalomt door de verdediging. Met rechts de redding. En dan in tweede instantie de 2-0. Gerald Wijngaarden. De kleine middenvelder krijgt de bal daar bij toeval, maar een mooie slalom. Eén keer en dan twee keer en dan is Samson opnieuw geslagen. Applaus van Micha Salden. En ook een glimlach bij de rest van de technische staf. Dan Utrecht met Mul. Cheveo Mul schiet en 2-1. Utrecht weer terug in de wedstrijd. Dankzij deze treffer van de linksbuiten. Snel schiet en uit een moeilijke hoek. Maar Timo Schreuder geslagen. Wat was het antwoord van Ajax? Yasser El-Aissati, de linksback met een hele lastige voorzet. En Samson moet alles uit de kast halen om die bal over te tikken. De hoekschop levert niets op. Maar Ajax wilde de marge weer herstellen. El Aissati met een mooie bal op Pereira de Gama. Lichaamsschijnbeweging en dan deze opening op invaller Emre Unifar. Het schot en de blunder van Samson. 3-1 door Emre Unifar. De blijdschap na deze mooie snelle aanval. En wat een paas van Pereira de Gama. En Samson gaat daar de fout in. 3-1. Utrecht bleef doorgaan. Moester met ruimte voor een voorzet. Dan het schot en lastige bal voor Timo Schreuder in tweede instantie. Voordat Mul kan afronden. Goed werk daar van de Ajax goalie. Wil de bal ver uitschieten. En dan zegt de scheidsrechter dat hij zijn strafschopgebied heeft verlaten. En daardoor hands heeft gemaakt. Schreuder is het daar niet mee eens. Maar Utrecht krijgt een vrije trap. Achter de bal Kelechi Idekwu en die scoort de 3-2. Door de muur. Achter Schreuder. 3-2. Maar het was te laat voor Utrecht om nog aanspraak te maken op een punt. Ajax wint met 3-2 en kan voorzichtig weer naar boven kijken.